die komers, maar het is toch de man daar net naast Jordi Simon die die koppositie pakt. Doet hij dat inmiddels op tweede positie voor, ik denk Marijn van Lint. Hij pakt inderdaad die tweede positie en daar de derde plaats zien we nu aanschuiven, Lars van der Velde. Waar is dan de man gebleven met die goede start tegen de binnenkant? 185 Pim Thomas. Ik denk dat hij teruggevallen is aan die vijfde positie. En die vijfde positie is natuurlijk niet goed, daar ga je niet mee door de volgende ronde. Dus moet daar nog een aanvalletje komen. Voorop is het geen probleem. Jordi Simon, hij pakt hier voor de winst. Gaat door aan de finale, maar hij zit op die tweede positie. Die benadrukt doorschuiven naar die derde plaats. Stijn van Hater.